Wij zijn hier in, hoe heet het? Arnhems Buiten. En dit is onderdeel van onze route waar we naartoe lopen met onze billboards. Want wat is de bedoeling van die billboards? Met deze billboards zijn we aandacht aan het vragen voor ons afstuderen. Wij kunnen nu niet afstuderen vanwege de coronacrisis. Ons afstuderen is uitgesteld naar november. En daarom lopen wij nu met billboards rond om toch aandacht te vragen voor ons werk. Per week hebben we er werk op staan van andere studenten. Fenne, want welke opleiding doen jullie? Wij zitten op het Artes Fine Art. Tegenwoordig noemen we dat BEER. Beeldende vormingen, Nederlands vertaald. En ja, wij zijn eigenlijk nu alle vierdejaars, dus de afstudeerders, die ons werk inderdaad gaan presenteren. Ja. Baal je er niet een beetje van? Nou, het liefst waren we inderdaad nu gelijk al afgestudeerd geweest. Dus ik denk dat niemand het prettig vindt dat de coronaperiode hier nu dat het zeg maar opeens is komen opdagen. Ik denk wel dat het ons nu alleen maar meer klaarstoomt. Echt voor aankomende periode dat we er helemaal klaar voor zijn. En dat we er extra veel zin in hebben om af te studeren. Lynn, jullie zijn anderhalve week geleden begonnen zeg maar, met je afstuderen, laat ik het zo maar noemen. Hoe lang gaat dat precies door? We gaan de hele maand juli met deze billboards lopen en onze expositie in plaats maken. Die eindigt op 31 juli. Dan nemen we allemaal vakantie, die is hard nodig. En daarna in september gaan we weer verder met de voorbereidingen van onze afstuderen. Waar kunnen Arnhemmers jullie allemaal tegenkomen? Eigenlijk door heel Arnhem heen. Dus vandaag lopen we nog naar het Musispark. Volgende week hebben we weer een andere route. En die is te vinden ook op onze website. Ja, Fenne, de eerste reacties toen jullie dit voorstelden op school, hoe waren die? Nou, eigenlijk heel positief. Ik denk dat we ook wel boven verwachtingen gewoon heel veel mensen hebben gehad die al zijn komen kijken. En op Instagram en social media hebben we natuurlijk heel veel online gegooid. Er zijn ook heel veel reacties van andere mensen op afgekomen. Het is super leuk om te zien. Het is niet onderdeel van het curriculum, zo noem ik het maar dan. We hebben dit zelf bedacht. Het is een onafhankelijk eigenlijk van school. Het wordt wel gesupport door onze school, door onze schoolhoofden. Die zijn heel enthousiast. We hadden zelf heel erg de behoefte om wel een afsluiting te hebben dit jaar. En om wel ons werk te laten zien. Want we hebben wel heel hard gewerkt een jaar lang. En vooral ook tijdens de quarantaine. We hadden gewoon heel erg de behoefte om met z'n allen een soort afsluiting te hebben en een expositie te hebben. En die hebben we gewoon georganiseerd. En daar werd van alle kanten die maar konden, werd daar heel enthousiast op gereageerd.